Die maatschappij JJ van der Schuyven Seun was gestig in 1976. Die maatschappij het deel geraak van Toplay, die jaren nog Hoofveld Eierkoöperasie, was in 1987. Was mijn pa, wat nou nog een directeur van JJ van der Schuyven Seun is, was hij stichterslid, hy en een paar andere boeren. En dit is maar waar JJ van der Schuyven deel geraak het van Toplay op die stadium. Ons het so plus minus 200.000 henne hier op die plaas. Alles is geautomatiseerde hokke, online systeem. Ons het so ons versprei Weskaap, Ooskaap en die hele SWD area. Ja, ek dink die graderingsproces het makkeliker geraak. Vandag kan jy aan enige iets wat jy aan kan dink aan eiers pak. En jy kry dit ook wat ouens al robots begin insit, wat die mense natuurlik vervang. Met die hoenderboerdery te begin is glad nie so makkelijk nie. Dis omgevingssake, dis impakstudies. Ik denk vroeger jaren die boeren dit baie makkelijker gehad als vandaag. Ik denk hulle het eiers gepak in een mandjie gezet en die eiers is verkoop. Vandaag moet je door een verschrikkelijke groot food safety regulaties en reels gaan. Voor mij, als ik een paar jaar terug kijk naar nu toe, dit maakt het moeilijker om te boeren. Vorig jaar terug, denk ek, het ek op my ma's senuwees gewerk. Ek was 5 jaar oud op die stadium. Ons het daai tyd op Ventersdorp gebly, dis waar my pa al die jare geboer het. En dis waar die maatskappy ook gestig was. Ons is in een omgeving van so 25 mense, die uitvoerende bestuur, en dan in totaal seker so 100 mense, of die stafkant wat ons werk, die algemene werkers. Die feit dat Toplay vir jou uitstekende bemarkingsarm is vir jou as boer, die feit dat hulle nasionaal bemark, maak dit ook baie groot bekleiarm teen die groot kettingwinkels. En dan die finansiële sekuriteit is uiters belangrik. Ja, almal sal seker nou lag, ek is 'n bloubil. Ek bly in die Weskaap, maar ek is 'n bloubil al die jare nog. En ek weet nie, ek het maar so groot geraak. Ons het in Transvaal groot geword en van toe af skree ek vir die bloubille en is dit maar so.